Mooi gekaatst van de keulaar Anis. Anis wacht te lang en gaat dan neer. En de Kramer wijst naar de stip. Penalty, zegt hij. Jens Naessens. En Biebouw reageert uitstekend. Biebouw redt de penalty. Ja, wat is dat toch een goede doelman hoor, Wouter Biebouw. Nou, het swingen en de goal. Nu zit hij wel. Het is Kostjes die hem binnenkomt. Westerlo op voorsprong. Wouter Kostjes met zijn eerste van het seizoen. Alessandro. Goed voor Christensen. Opnieuw centraal. Naessens, Naessens. Even meenemen en dan de keulaar scoren. 2-0. Assist Naessens en goal Benji de Keulaar. Anis, ja, de Keulaar alleen voor doel. De Keulaar neergehaald door Biebouw. Jawel, opnieuw penalty. Christensen voor de 3-0, ja. De buit is binnen voor Westerlo. Christensen maakt de wedstrijd dood. Speelde een uitstekende partij, de Deen. Leconte. Ja, maar niemand voorin. Leconte helemaal alleen. De 16 in. En dus trappen. Mooi van Leconte tegen de paal. Met nog de beste kans voor Roeselare in de wedstrijd. Dichter waren ze er nooit bij, die van Roeselare. Osagwona zoekt positie. Christensen is daar ook, maar het gaat naar Osagwona. Veel volk van Roeselare terug en Van Akker met de fout, ja. Vrij trap Christensen. Opnieuw een hele goeie. Ja, perfect binnengekopt hoor. Uitstekend binnengekopt door Maxime Anis aan de tweede paal. En wat is die Christensen toch goed vandaag.